Dat is echt heel bijzonder dat mensen zich zo met hart en ziel blijven inzetten. Dit weekend werden er 1000 Dordtse mantelzorgers in het zonnetje gezet met een high tea. De voorbereidingen begonnen in de keuken van Dubbelmonde. Hier zijn 15 keukenvrijwilligers keihard aan de slag om 1000 mantelzorg high teas in te pakken. En die worden dadelijk allemaal bezorgd bij Dordtse mantelzorgers. Wethouder Chris van Benschop is blij met het initiatief. Het is belangrijk omdat mantelzorgers echt wel een hele zware taak hebben. Bijna allemaal doen ze het vanuit liefde, maar het is natuurlijk wel echt een opgave om ook zorg te dragen voor bijvoorbeeld je partner of je kind of een ouder. En dat verdient gewoon een compliment. En dat doet Dordrecht al 10 jaar met de Dordtse Verwenweek. En na het inpakken is het tijd om de pakketten bij de mantelzorgers af te leveren. Goedemorgen. Wij komen namens de gemeente mee mantelzorgen. Super. Voor al het goede werk wat jullie doen. Dankjewel. Hartelijk dank. IT overhandigen. Daar zijn we er dankbaar voor dat we het mogen en kunnen doen. Mijn zoon heeft zijn 3e jaar een epileptische aanval gekregen. En sindsdien daarna zijn we voor hem mantelzorger geworden. Komende week vinden er nog tientallen activiteiten plaats in het kader van de Dag van de Mantelzorg. Deze IT is de aftrap. Wat vindt u ervan dat u dit krijgt vandaag? We vinden het gewoon echt super, super geweldig. Heel hartelijk bedankt voor de inzet. Van mij en van alle kinderen die zich daarvoor hebben ingespannen. Kijk eens hoe mooi het is. En dan is het nu tijd om samen van al het lekkers te genieten. En Sam, ga jij lekker smullen hiervan? Ja. Ja?